Want slaat de klok 5 uur, dan roepen zij volle vuur. Daar zijn de meisjes, ja de meisjes van de suikerwerkfabriek. In dat suikerwerk heeft elke heer wel zin. Dus staan wij altijd bij de uitgang van die suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin, die pak je uit en pik je in. Zo saai, dan zal ik u verkondigen hoe ik de mannen paai. Ik ben beleefd zoals dan ik maar nieuwe geld in mijn blote reed. Je bent ze met de knip, dan zeg je wat je knip. En voor een zin en zeggen we, een ander en zin, 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 zin. Stond namelijk vroeger een van de grootste fabrieken en ook een van de bekendste fabrieken die Nederland ooit heeft gekend. De snoepfabriek van Jamin. En deze fabriek heeft 80 jaar lang een ongelooflijk grote rol in Krooswijk gespeeld. Niet alleen hebben tienduizenden mensen, ik herhaal het nog eens, tienduizenden mensen gewerkt bij de fabriek in Jamin. Ook fietsten ijskommanden met van die ouderwetse karretjes door de wijde omtrek om kinderen blij te maken. En dat was in die tijd een onvergetelijk feest. Mijn eigen moeder die krijgt ook altijd nog pretoogjes als ze vertelt van die tijd dat ze 1 keer per maand een ijsje mocht kopen van Koos de ijskomman van Jamin, die dan door de wijk heen fietste. En dan werd dat ijsje vakkundig door vader in 4 stukken gehakt en die werd dan verdeeld onder de broers. Jamin, kortom, dat is nostalgie. Jamin is een stukje cultuur. Het is onlosmakelijk verbonden met Krooswijk. Want ja, de meisjes van Jamin, dat is een begrip. Maar met het verdwijnen van de fabriek in 1970 verdween dus ook een stukje cultuur, een stukje historie uit Krooswijk. Maar uit het oog betekent gelukkig niet altijd uit het hart. Want een paar jaar geleden zijn 3 bijzondere Krooswijkers in hart en nieren een heel bijzonder project gestart. En zij gingen een boek maken namelijk over Krooswijk, over de fabriek en wat de rol van de fabriek heeft gespeeld. De meisjes van Jamin. En vandaag is het zover. Het is ze gelukt. Ontzettend applaus. Hier zijn historicus Dick Fuik, Jannie Hak en Klaus Oort. Ik ben gisteren bij jullie thuis geweest. En wat ik heb gezien was ongelooflijk. Ze zaten met z'n drieën letterlijk tussen honderden boeken. Enorme stapels zaten ze de dvd's erin te vouwen en te plakken. Het is letterlijk vers van de pers, hè? Het was helemaal vers van de pers. Een gigantische puinhoop in mijn huis. Maar nou ontzettend gezellig en met veel plezier de dvd's in de boeken gedaan. Was het kantjeboord? Nee.
Het was kantje boord, maar we wisten wel dat het goed ging komen op donderdag. Dus nou ja, die laatste dag moesten we er maar helemaal aan wijden om alles kant en klaar hier bij de tafel te hebben liggen. Want wat had je dan moeten doen? Dan had hier iedereen gezeten en had je geen boek gehad. Nee. We vertrouwden op de uitgever en de drukker en iedereen. We wisten dat het goed zou komen. Dus wat dat betreft, de dag ervoor was het er en prima. Klaus, waarom wilden jullie Jamin zo graag levend houden in Krooswijk? Dat, voor de oudere generatie lijkt me dat niet zo moeilijk. In de toptijd ruim 1400 man in de fabriek. En ja, Krooswijk was eigenlijk Jamin. Krooswijk was overigens ook slachthuis Heineken en Veemarkt, zeg maar. Maar van Jamin is er totaal, nou bijna totaal, niets meer terug te vinden. En ja, wij vonden het heel belangrijk om eraan te gaan werken, om daar weer wat van terug te krijgen in de wijk. Jannie, jij bent zelf meisje van Jamin geweest. Ja, ik heb bij Jamin gewerkt. Hoe was het om in die fabriek te werken? Gezellig. Koud, hardwerkend, maar met de meiden onder elkaar was het heel gezellig. Maar het was wel hard werken. En hele koude vingertjes. En van 's morgens tot 's avonds echt aan één dag door peulen. Wat maakt Jamin dan zo bijzonder, dat mensen opveren? Ja, nou, ja, de gezelligheid met de meiden onder elkaar. Tuurlijk gebeurde er wel eens wat bij de Jamin-fabriek. Hé meiden? Hoor ik wat? Juist. Wat gebeurde er dan? Dat willen we dan ook wel weten, hè heren? Ja, de heren weten het ook wel, maar die kregen mooi de kans niet bij ons, hè meiden? Dat wil ik zeggen. Nou hebben we niet alleen een boek en een film. Jullie willen nog verder gaan. Leg dat maar eens uit. We zijn nog niet helemaal klaar, nee. Nee, we hebben nog twee doelstellingen. We willen heel graag een keer een tentoonstelling in Museum Rotterdam. Dat hopen we volgend jaar zover te krijgen. We hadden eerst gedacht aan dit jaar, maar dat was te veel werk samen met het boek en de documentaire dat al tijd opslokte. En het einddoel is nog steeds het doel wat we eigenlijk helemaal in het begin bedachten. Kunstwerk in de wijk dat aan de meisjes van Jamin herinnert. En of dat dan een beeld wordt van het meisje van Jamin of iets anders, maar we willen gewoon dolgraag een kunstwerk in de wijk dat een blijvende herinnering is op een hele mooie zichtbare plek, waardoor mensen weten van hier stond die fabriek, hier was die wijk waar al die mensen bij de fabriek gingen werken. En we hopen dat dat samen met onze partners en sponsors dat dat nog te verwezenlijken is. Ik wil heel graag Everard Jamin naar voren hebben. Een van de nazaten van Cornelis Jamin. Everard, waar zit u? Daar is, geef me een luid applaus mensen, Everard Jamin. Zoveel mensen die zich, ja, wil je alle Jamins op het podium hebben? Nou, wat mij betreft, Jannie wil graag alle Jamins ervoor hebben, ik vind het prima. Mogen alle Jamins ervoor gaan, hoeveel zijn er vandaag, Everard? Mijn zoon, zoveel mensen die zich hebben hard gemaakt voor nu een kunstwerk, een boek, een film. Zoveel jaar na dato eigenlijk, want de fabriek is al lang weg. Hoe bijzonder is dat, Everard? Ik vind het prachtig. Als je hier in Rotterdam en hier in Krooswijk al die mensen ziet. Ook de jongere generatie die zich dat allemaal eigenlijk hier naartoe komen. Ervan te genieten eerst van de heerlijke gezangen uit Rotterdam. En nu van het... Waarschijnlijk naar de hand van de film en van het boek. En alle leuke anekdotes die ik hier hoor van u en van de andere mensen. Ik moet een groot genot zijn. Ik denk een groot genot is voor de mensen hier. Maar ook een heel groot genot is voor onze familie. Iedereen op een rijtje met een foto. Nou, dat doen we dan maar eventjes. En dan geef ik meteen de microfoon aan de wethouder, want die wilde ook nog even iets zeggen. Kun je meteen doorfotograferen. Multifunctionen, multitasken. Net zoals alle andere dames in de zaal. Dat kunnen wij toch altijd beter dan de heren. Ik wil in ieder geval de initiatiefnemers bedanken. Als wethouder van Rotterdam realiseer ik me heel goed dat wat hier ligt is een pareltje. En parels ontstaan alleen maar in oesters doordat er geschuurd wordt tussen zand en iets anders. En dan ontstaat er iets moois. En ik realiseer me te degen dat de tijden die jullie daar hebben doorgebracht ook heel zwaar zijn geweest. Dat het tijden zijn geweest dat mensen het echt niet zo breed hadden. Maar wel keihard werkten, met elkaar, voor elkaar. Dat er tijden zijn geweest waar we als stad nu eigenlijk nog wel eens een keertje jaloers op mogen zijn. De woorden zijn net al een beetje uitgesproken. Maar volgens mij zijn dit wel de momenten, en ik heb er net al over getwitterd, want ik doe wel aan de moderne media.
Over de historie die hier ligt. En ik hoop dat de jonge mensen onder ons, en ik zal het zeker aan mijn kinderen meegeven, en ik hoop dat velen het aan hun kinderen en kleinkinderen doorgeven, dat wat hier destijds gebeurd is prachtig was, maar dat we het vooral niet moeten vergeten. En als wethouder ook van kunst en cultuur in Rotterdam beloof ik in ieder geval aan de initiatiefnemers, en als ik het niet zou doen, dan zou Jannie me er al aan houden, om aan het kunstwerk in Krooswijk te gaan werken. Om dat toch hier ook fysiek in de wijk terug te brengen. Dus jongens, dankjewel namens het college van Rotterdam. Bedankt voor jullie initiatief. En ik hoop dat jullie met z'n allen nog een geweldige middag hebben. Want het is uiteindelijk ook gewoon feest. Fijne middag. Wil je nou nog een foto maken? Jij bent met er eentje, zeg. Ik ben met een kopje. Nou, dan krijg je de microfoon onder je snuit ook. Wat wil je? Ik heb nog niet de gelegenheid gekregen om een foto te maken van de mensen die een boekje hebben gekregen. Dat wou ik even zeggen. De mensen die het boekje wachten. Nou, dan gaan we nu iets heel anders doen. We gaan de voetjes van de vloer gooien. We hebben een hele bijzondere muzikant die fantastisch past bij deze middag. Want deze liedjeschrijver bezingt al jaren als geen ander het Rotterdam gevoel. Hij maakt cd's met toepasselijke titels als Opgerolde Mouwen en Zouwen de Touwen het Houden. Dames en heren, hier is Arie van der Krocht. Het lied over Krooswijk, het is niet mijn verhaal, het is niet mijn geschiedenis, maar wel iemand die uit Krooswijk komt, maar ik heb het wel geschreven. In Krooswijk, daar ben ik ooit geboren. In Krooswijk, daar heeft mijn wieg gestaan. Ik sleep mijn kinderjaren rond het abattoir in Krooswijk, allermooiste wijk. In Krooswijk heb ik je leren kennen. In Krooswijk werd ik verliefd op jou. Je werkte bij Jamin, je pakte mij ook in. In Krooswijk, 40 jaar terug. Je had zo'n mooie lach, ik zag je elke dag. In Krooswijk, bij de Boezembrug. In Krooswijk, zijn we toen ook gaan trouwen. In Krooswijk, daar vonden wij ons huis. We woonden er zo fijn, bij het veemarktterrein. In Krooswijk, allermooiste wijk. Maar Krooswijk is nu zo stil geworden. Zo leeg ook, jouw leven was veel te kort. We hadden nog voor jaren plannen met elkaar. De dood komt altijd veel te vlug. Maar het geeft me zoveel kracht dat jij daar op me wacht. Op Krooswijk, daar zie ik je terug. Zit een DVD, een film, een documentaire die gemaakt is door de bekende Rotterdamse maker Ferry Ronteltap. Want als we in Krooswijk iets doen, dan doen we het goed, is het niet? Precies, we hebben Ferry leren kennen via de cultuurscout, waar we de cultuurscouts hebben erg veel aan te danken gehad. Onder andere de combinatie van het boek nu met een documentaire. Ferry, kom er even op. Geef hem een hartelijk applaus, dames en heren. Ferry Ronteltap. Dat lijkt me nogal een klus, zo'n film maken met zoveel historie, ook uit een tijd waar eigenlijk bijna geen bewegende beelden werden gemaakt. Dat klopt. We hadden wel beelden uit het begin, uit rond 1920, maar uit de jaren 60, 70, waar de film eigenlijk over gaat, is heel weinig. Dus we hadden heel veel foto's gelukkig en veel archieven van het gemeentearchief. Ja, kon je dat goed oplossen met foto's? Laten we kijken. Ik hoop het. We gaan kijken, dames en heren, de documentaire De Meisjes van Jamin. Thank you.
de jeugd van de Lubru staat. Alleen voorzieningen waar krotjes, stegen, straatvuilen en noem maar op. Maar daar kwam ook nog een keer bij dat verschrikkelijk veel werklozen in. Nou, het jaar dan weet ik niet meer. Maar toen kwam ik op de suikerafdeling. En toen stond ik achter de machine. We hebben in de winkel veel gereden. Ik heb nog zo met een schat van weggelopen. Dan ken je een andere rijden. Want op onze suikerwerken schaden het gebit. Dus beuzel met beleid. Als gij uw aandacht wijdt aan al die suikerzoete meisjes van de suikerwerkfabriek. Ook al zijn ze nog zo heerlijk in het begin. Wees toch voorzichtig met die meisjes van de suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin, die ondermijnen het gezicht.